In Opname. In Opname, De legendarische woorden nieuwe mannen zijn eruit. Uh, we gaan een podcast beginnen, want dat was twee maanden geleden ongeveer, dat zeker zekere Matthias Vissers naar mij kwam en zei: Titer moeten wij niet dringend een podcast maken met Intracto? En ik zei: ah wel, Matthias, zoals vaak heb je misschien wel gelijk. En uh, we zitten dus nu aan tafel met de drie mensen Herman Maas, Matthias Vissers en mezelf Dieter van Es, waarbij we ongeveer we gaan kijken waar we uitkomen, maar een half uurtje, twintig minuten, dertig minuten gaan proberen te praten over uh, marketing, communicatie en technologie. En wat ik zeker ook moet vermelden is dat we hier in een ruimte van Casa zitten, die dat mooi voor ons hebben ingekleed, omdat de audio hier heel stilletjes is. Het is een fotoruimte waar niemand gaat binnenkomen en waar we heel weinig geroezemoes moesten. Dus we gaan eraan beginnen, man. Let's go. Um, goed, we gaan misschien van start gaan. Hè? van start gaan kunnen we misschien best doen. Mensen, ja, ze zijn allemaal een beetje voyageurs. We weten graag met wie we te maken hebben, denk ik. Dus uh, vertel een beetje wie jullie zijn, mannen. Ja, hallo. Ik ben Herman. In twee zinnen. Um, techneut, IT consultancy ervaring, uh, achterliggend techblogger sinds 2002 al. Dat is echt uit een dino-tijd dat ik nog kom. Um, voornamelijk bezig met marketingstrategie en daarnaast ook met privacy, DPO, GDPR, al die leuke zaken die heel spannend zijn. Docent Thomas Moor, u Hasselt, en daarnaast blijkt zo ook ik heb twee kinderen en ik ga op, ik sta op en ik ga slapen met digitaal. Dat is een hele introductie. Maar Herman, zeker. Maar Matthias, kan jij beter? Ik ga niet beter. Ik ga minstens even goed proberen. Uh, ik ben Matthias Vissers. Ik ben verantwoordelijk voor technologie en nieuwe technologie en innovatie bij tracto. Uh, vandaar dat we hier ook samen zitten ik denk dat podcast ook wel een soort van het is niet heel nieuwe technologie maar het is toch wel een tweede leven begonnen heb ik gemerkt in 2019 dus uh, uh, voor die vijf jaar digitaal strateeg uh, bij Interacto maar ook een technische achtergrond ooit in een ver verleden ook webontwikkelaar geweest uh, ook een eigen webshop gehad, Plentiful verplant en Cactus en waarom ben je ermee gestopt Matthias? Het was echt heel veel werk, slachtoffer voor het eigen succes. Het oké. is verkocht aan iemand... Succesvol verkocht, dat is ook verkocht ja, aan iemand moment. die het... Uh... Ik heb altijd superveel respect voor mensen die een webshop starten. Ja, dank je. Dat u. is waanzinnig veel werk. Het mensen echt... zien dat niet aan de voorkant, maar aan de achterkant. Die pakjes, die logistiek, die verzendingen die dan mislopen met post en zo. Ja, het respect. is echt veel werk, maar het was echt wel super supertof, superveel bijgeleerd. Um, ik experimenteer ook constant. Eén um, grote constante in mijn leven is ideeën te veel en tijd te weinig. En daarnaast ben ik tussendoor ook nog eens uh, chocolatier en avondschool. Dus uh, toch ook een volle agenda elke dag. Smakelijk. Um, heel kort over mezelf: drie jaar bij een tractor. Graag bezig met merken en met reputaties of online. En uh, ik denk dat ik het geluk heb dat ik als 18-jarige als een van de eerste echt in het bad social media ben gevallen. Ik draag me nog met fierheid de sporen daarvan. Uh, mensen willen ook sappige details weten, mannen. Hebben jullie misschien bij wijze van introductie in deze eerste podcast nog iets dat de gemiddelde mensheid niet weet? Wel, um, voor mij voelt het een beetje vertrouwd aan, want ik ben in een ver verleden. En ik spreek echt in een ver verleden. Uh, naar een eigen radioshow gaat op een lokale radio uh, op WFM in Westerlo. Dus hier terug heb je naar micros. Dus terug een beetje trouwbek naar leuke oude tijden. WFM? WFM, de WFM, WFM, wfm geschreven. Dan, uh, op welke band was dat op FM Radio? Uh, 105.4 FM was, 105 was dat. 105.4 FM? Ja. Uh, herman, jij iets vertel nog? Van mij kun je eigenlijk alles online vinden. Ik heb nog een blog sinds ik student was in 2001 2002. En eigenlijk kun je alles vinden en ook heel mijn leven, hoe ik vroeger heel veel winst durfde, dat ik dan iets heb gehad met een ticketverkoop van Tomorrowland in 2014. Dat ik kinderen heb gekregen, dat ik nu met veel met GDPR bezig ben. Het grappigste trouwens, is dat mijn eerste blog, namre.be, als naam had. En dat is gewoon Herman omgekeerd, maar uh. niemand maakte die associatie. En is staat ook volledig nog online. Dus helemaal een archief van 2001-2002 staat live. Ik moet eigenlijk eens echt iets dringend kijken, staat er niks tussen dat ik niet dat meer online echt. wil hebben. En dan waar moeten we surfen Herman? Ja, namre.be. Oké, okay, uh, gaan we doen. Kunnen we altijd vinden. Ja. Hey, Dieter, is, is er oui. iets van jou dat we uh, um, nog willen weten? Ik, uh, ik, ik heb ja, ook iets te vertellen misschien. Ik ben vijftien uh, jaar lang scheidsrechter geweest tot op mijn tweede klas en tegenwoordig ben ik VAR. Dus zit ik zo af en toe in een busje. Ik heb wel een onbelangrijke functie in, in het busje. Heb de man in het midden is belangrijk, ik ben links. Ik, ik moet vooral de juiste beelden proberen te vinden. trek op... jij de lijnen dan ook? Voilà, ik ben de lijnentrekker ook, klopt oef, oef. herman. Dat is technisch niet gemakkelijk. Man. Zijn er bepaalde ploegen waar ze toch liever nummer zien komen? Of valt dat nog wel mee? Uh, het is opvallend, ik ben dit seizoen al zes keer op ander licht geweest. Dus uh. blijkbaar zien ze mij dat heel graag. Ze trusten mijn proces. Ja, uh, 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 oké. Okay. Um, goed mannen, uh, we gaan erin springen. Hè. Uh, ja. Thema 1 dat we voorzien hadden, want we hadden een beetje voorbereid. Zo gaat dat, dat je een beetje voorbereiding maakt van waarover moet dit gaan. Uh, maar vraag 1 was eigenlijk dat we kijken naar ja, toch iets dat ons allemaal aanbelangt, waar we willen snel eens allemaal een uur, twee uur per dag mee bezig zijn, denk ik. En dat is social media. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jullie mening. Ik droom al heel lang van eens met jullie rond de tafel te zitten en niet werklateert uh, een half uur te praten. Dus ik ben blij dat het er nu van gekomen is. Maar ik zou dus graag weten wat jullie mening is over... Zijn we nu allemaal aan het afkikken van social media of, of net niet? Wat, wat denken jullie? Ik ga er in ieder geval wel bewuster mee om. Uh, ik gebruik Facebook veel minder, ik gebruik Instagram ook veel minder. Ik ben ook heel veel mensen aan het ontvallen en probeer Instagram een beetje echt in te richten en hoe dat Facebook vroeger was voor mij. Met echte mensen die ik ken te volgen en eigenlijk mensen die ik niet ken eruit te gooien. Ja, Herman? Ik heb al een paar jaar geen Facebook-app meer op mijn gsm. Ja, ik ook niet. Die heb ik er ook afgegooid. Ja, ik gebruik nog wel de mobiele website, maar die app, nee, die was mij te agressief en te intuïtief soms. Ja, dus dat is een advies eigenlijk naar iedereen van, koop jezelf wat tijd en haal de Facebook-app weg. Ja, het probleem is dat ik zie dat ik nu veel meer op de LinkedIn-app zit. Dus dat, mijn, dat is de volgende stap dan. Mijn tijd eigenlijk verschoven is van ja. Facebook, naar LinkedIn. Uh, omdat ik daar eigenlijk de laatste jaren veel meer return heb en veel betere discussies heb gevonden dan op Facebook zelf. LinkedIn is waanzinnig goed bezig. eigenlijk. Hè? Heeft LinkedIn Microsoft is goed bezig. eindelijk iets goed gedaan dan? En eigenlijk door niet veel te veranderen aan het product. Het product is eigenlijk nog altijd hetzelfde. Ja. Ze hebben wat tweaks gedaan, maar het is niet dat ze alles hebben omgegooid. Ja, ik heb ook altijd gedacht dat dat een de beste overname was ooit, misschien. Ze hebben daar heel veel voor betaald. Ja. Maar de gigantische data die ze hebben binnengehaald en nog steeds binnenhalen, dat is echt een goede zet geweest van Microsoft. Herman, zie je dat dan als ontspanning of doe je dat echt heel bewust vanuit werkstandpunt? Bij mij zit ontspanning en werk heel erg in elkaar. Ja, ja. um, en de mensen die ik volg ook op LinkedIn, die zitten toch wel heel erg in mijn interesse. En mijn interesses zijn gewoon digitaal, security, privacy. Dus ja, dus is een beetje ontspanning. Voor mij is ontspanning de laatste tijd meestal YouTube. Ja. Deze week ik denk dat ik geen kwartier TV heb gezien. Dat is wel straf ja. Ik heb meer YouTube ja. gezien, omdat zeker omdat ja, het was een grote technologiebeurs vorige week in Las Vegas. En eigenlijk die video's interesseerden ja. mij meer dan ik weet niet welke programma's. En abonneer je dan of ga je toch in de nee, search Ik abonneer me. Ja. Ja. Ik heb die er mensen een paar vaste, wat veel respect voor heb en ja. dat ik heel leuk vind van stijl. En altijd 10 minuten. Dus dat is eigenlijk ja. Dat is mijn concentratiespannen, denk ik, geworden, tien minuten. Dus tien minuten kan ik mij concentreren op iemand en dan uh, moet ik switchen. Waar ik heel benieuwd naar ben, is jullie Twittergedrag, mannen. Nog heel veel. Nog heel veel, toch? Ja. Okay. Nee, absoluut niet. Het enige wat ik misschien doe is af en toe een tweet van een tractor retweeten, maar daar stopt het dan ook ongeveer. Ja, ja. ja man, wat doe je dan? Bij mij is. Ja, ik heb een jonge dochter en die is wakker om half zes tot zes uur ongeveer, s morgens. Ik zet dan op, ik breng die naar beneden, ik zet K3 op en ik ga terug in mijn bed dus die zal al zo groot geworden dat hij alleen beneden moet ja. zitten in de zetel en eigenlijk dat is mijn slechtste gewoonte is om dan Twitter open te doen en dat ik eigenlijk een uurtje nog in bed gewoon Twitter lees van wat er die nacht is gebeurd ja, ja, ja. en dat is voor mij mijn ontspanning overdag nog heel weinig maar dat is toch wel mijn ontspanning altijd ik krijg inderdaad notificaties vaak nog dat jij iets geliked hebt en dat is nog hetgeen dat ik nog bekijk wat heeft Herman nu geliked deze nacht ja, dus dat, ja. de puzzel valt nu wel dat is inderdaad, uh, en plaats je zelf aan wat nu iets online ja uh, ja als ik, ik vind het gewoon superleuk. Het platform werkt ook gewoon nog altijd. Maar je moet echt wel kijken wie volg je, wie volg je niet. Ja. En vooral bij de politiek, sorry. Maar al die ja. mensen heb ik al lang weggegooid. Uh, en, geblokkeerd. en je bereik en je impact. Is die er nog zoals vroeger? Meer, minder. Er nee, zit vooral op LinkedIn. Ja. Dan merk je toch wel veel meer dat daar mijn bereik zit. Op Twitter zit je echt mee in het hardcore publiek, en is het bereik echt wel heel, heel laag geworden. Ja. Want ja, euh, ik denk ook dat het verhaal is van, van Facebook vandaag, dat je eigenlijk gaat zien van, goh, als ik vandaag nog iets online zet, ja, dan gaat het daar nog getoond worden, hier en daar, maar eigenlijk heel weinig. Dat is zowel van het persoonlijk als het bedrijfsperspectief. Persoonlijk zie je heel hard die bubbel natuurlijk, van de mensen waar je vaak mee interactie gaat, die berichten ga je nog te zien krijgen, anderen gaan moeilijk naar voren komen. Dat vind ik een van de meest vervelende dingen van Facebook. Je kan zo gaan instellen, geef mij de newsfeed op meest recent, of geef mij uh, meest relevant en... Je mag die 19 keer naar elkaar veranderen, de keer daarna zal Facebook altijd terug opnieuw naar uh, meest ja. relevant voor jou gaan. Dus dat, dat, is echt het dat bepaalt wat jij moet zien en lezen. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Daarom mijn Twitter is nog altijd chronologisch en daardoor ik lees heel veel blogs via een RSS-lezer. Dat is echt uit de Het Goede oude tijd ik RSS. Ja, maar daardoor weet van, ik wel ik lees wat ik wil ja, ja, lezen en ik binnen. zie wat en, ik wil en zien. En waar lees je dan op je scherm, op je laptop? Um, GSM en iPad. GSM en iPad. Wat, oh. wat ik dus misschien een kleine lifehack... Eh, ik, ik volg ook wel wat blogs en Klasse. zo. Eh, wired.com en zo. Wat ik was longreads zijn, maar dat is niet aangenaam om te lezen. Zeker niet s'avonds op je op GSM-scherm. Maar ik heb ook een Amazon Kindle. En uh, met een handige Chrome-plugin kan je eigenlijk gewoon... De blogberichten die je leest, rechtstreeks recht naar je Amazon Kindle sturen. Waar je s'avonds of s'morgens gewoon rustig uh, kan ja. lezen eigenlijk. De blogs lezen op je Kindle. Uh, waar die mooi gescraped zijn in de Kindle. Ja. Aangenaam voor de ogen. Dus dat is een, toch een dingetje dat ik veel doe. Nou, ik heb zo'n oude iPad mini. En die gebruik ik daarvoor. Dat is eigenlijk mijn boek om het zo te zeggen. Ja. Ik denk dat we, deze podcast gaat ook voor ondernemers gaat zijn. Um, als je nu het bedrijfsperspectief gaat kijken en social media. Hoe zien jullie daar dan een wijziging gebeuren, een verschuiving? Ja, organisch is dood. dood. Je moet gewoon adverteren op die platformen. Zelfs ik, ik heb een klein blogje, ga ik op Facebook. Je kan er perfect superveel mensen bereiken, maar ik moet er geld in steken. En dat gaat niet over grote bedragen. Vijf euro, tien euro, twintig euro. Maar dat maakt echt wel een groot verschil. Um, en dan is het inderdaad kijken waar zit mijn doelpubliek, op welk kanaal. Want bijvoorbeeld, we hebben het hier al duidelijk gemaakt, Twitter is misschien niet meer het grootste kanaal en bereik in België. Ga je daar even in investeren? Moeilijke zaak. Ik hoop van jezelf, Herman. Uh, ja, inderdaad. Ik denk niet dat ik nog klanten heb waar we echt uh. actief op Twitter investeren met hun content. Dat is leuk erbij, omdat het niet veel moeite kost, maar we gaan daar niet actief een strategie rondmaken. Ik wil een oproep doen. Uh, iedereen die vandaag met zijn bedrijf actief is op Facebook en niet adverteert, dus geen geld steekt in de Facebook-marketingmachine, stop daarmee. Ga uw tijd beter spenderen. Ga vissen, ga schaken, ga schaatsen, ik weet het niet. Maar... Facebook vandaag nog gebruiken zonder uw portefeuille op te trekken is zonde van uw tijd en alleen maar zonde van uw tijd. Ik denk dat met, met ook altijd. Ik beschouwde Facebook daar um, niet als social media, maar eigenlijk gewoon als een advertising kanaal. Ja. Dat is ook de resources die erin steekt, tijd en geld, is gewoon deel van je marketing mix. Uh, net zoals dat uh, YouTube en Google Ads en Display Ads het allemaal is. Um, ik bekeek dat zo en dan, dan kan je dat heel nuttig inzetten. Maar als je dat bekijkt als social media, en ik moet daar aanwezig zijn, dan dat is toch een heel ander, heel ander nuance. Het probleem zit wel waar je een doelgroep zit. Ja. Ik geef ook les aan studenten. Die studenten komen niet meer op Facebook. Dus als jij naar die jonge doelgroep wilt adverteren, vergeet het. Dan zit je echt met een YouTube, met een Twitch, met al die andere zaken. Ja. Dus het is echt puur zoeken waar zit mijn doelgroep ergens. Een van de dingen die ik zeker uh, wil aanhalen, is het, het, het feit van dark posts. Je ziet heel veel bedrijven die dan denken van we gaan organisch aan de community en de likes die we hebben. Alsjeblieft, ja, bedrijven, jullie komen ze ook tegen, denk ik, die ja. daar nog van wakker liggen. Je moet vandaag het verschil maken in dark posts met heel gerichte verhalen naar een heel gerichte doelgroep. En dat is denk ik echt wel de way to go vandaag. En de gesprekken die we met Facebook hebben, daar zeggen ze dat zelf. Hè. Organische content, ja, mooi en wel, maar als je het verschil wilt maken, zeker naar conversies toe... Dan moet je darkpost gaan doen. Punt. Herman, kan je, um, Dieter, kan je misschien even aan, aan de mensen uitleggen die het niet weten wat een darkpost post is? Oh, een goede vraag, Matthias, dank u wel daarvoor. Uh, ik denk inderdaad dat een darkpost het verschil tussen een gewone post, is dus een post die op je Facebook-pagina komt en als mensen zoeken naar je Facebook-URL, ziet iedereen die post staan. En een dark post is eigenlijk een post die je online gaat plaatsen, die alleen maar in de newsfeed komt van de personen die jij betalend hebt getarget. Dus wil ik bijvoorbeeld een post over badminton reizen in Kuala Lumpur. Uh Pushen naar mensen die geïnteresseerd zijn in Kuala Lumpur en geïnteresseerd in badminton. Ja, dan kan ik met mijn reisorganisatie specifiek die mensen gaan bereiken. En dan heb je natuurlijk het verhaal dat Facebook advertising eigenlijk vrij goedkoop is. Dat je 5 euro bereikt, uh, betaalt ongeveer om duizend mensen te gaan bereiken. Dus dan weet je dat je echt met heel weinig geld een heel groot verschil kan gaan maken. En dan moet je nog verschillende creatives gaan maken. En dan ben je goed bezig met Facebook te gebruiken. En is het dan een, een, een organische post die je boost, Of is het echt een advertentie die je instelt? Ja, organische posts. Dat moet je vandaag nog vermijden. Als je nu dus echt een goed bericht hebt waar je echt moeite hebt ingestoken, dan mag je nog eens een organische post gaan doen die de community mag zien. Dat zijn eigenlijk voor mij de community posts. Jouw achterban, die mogen nog organische posts zien. En daarvoor doe je die, die, die gewone page posts nog. Maar die dark posts, die ga je echt heel gericht gaan inzetten, denk ik. Ik ga nog even iets droppen trouwens. Oh, Als We het toch over social media zijn. Denk je dat we nog iets moeten droppen wat heel erg bezig is? En we zijn bezig over Facebook en Twitter en YouTube en zo: TikTok. Juist, daar had jij je, uh, je kan niet meer onherkenbaar gaan winkelen in de lokale Ho -ho, supermarkt nu. Ik heb daar één post op gedaan en die is direct uh, viraal gegaan. En dat laat wel zien: dat is echt puur een algoritme-based social media platform. Dat is niets meer chronologisch. Daar zijn we volledig afgestapt van chronologische post. Dat is gewoon het algoritme bepaalt wat jij ziet en jij kan heel snel laten zien het algoritme. Dat staat me aan of dat staat me niet aan. En daar moet ik zeggen, als ik rondkijk, dit is echt een booming de laatste tijd en ik weet zelf nog niet waar het gaat stoppen, Eindigen. Want toen we hebben al een paar keer gezien bijvoorbeeld Snapchat was ook zo ineens een uitdager mm -hmm. en we hadden ook zoiets van oei, wat is dit? Ik weet niet hoe dat werkt echt heel moeilijk een interface in dergelijke zaken. En dat is ja, dan door Facebook zelf kapot gemaakt Snapchat via Instagram, maar TikTok is toch een ander verhaal. Daar zie je nu dat China want natuurlijk een Chinese app mm -hmm. voor de eerste keer onze levens social media gewijs aan het binnendringen is. En dat is toch wel opvallend om te zien. En er in, in België ik... ook heel veel gebruikers denk je. Ja, het is waanzinnig ja. bij jongeren, maar doelgroep heel jong, maar je ziet dat de laatste weken nu die doelgroep aan het verouderen is, dan krijg je wel speciale zaak. Ik heb het ook al ervoor ooit eens laten vallen. Ik voel me er soms een beetje te oud ik de content die ik zie. Want het algoritme gaat me dan 14-, 15-jarige meisjes zi laten zien. Waarom meisjes niets, Ja, blijkbaar is, is het dat heel populair. Het, het algoritme. Voor ja. mij, door het algoritme. Ja. En dat is eigenlijk niet. Echt Degene die ik wil zien daarop. Dus uh, ja, dat is toch wel heel specifiek antwoorden. Ik vind het wel opvallend dat, dat ByteDance, het, het, het bedrijf achter uh, TikTok, die zijn volgens mij slimmer bezig dan, dan Snapchat destijds was. Snapchat had dan wel hun bril als eerste line extension eigenlijk. Maar als je dat vandaag ziet, dan, dan lees ik dat ByteDance zelf aan het kijken is om met een Spotify te gaan beginnen. Ja, dan denk ik echt wel dat je die jongeren, die je dan al hard aan het bereiken bent, meteen kan gaan onboorden naar jouw nieuw product. En dat ze daar slimmer mee bezig zijn. Dus eigenlijk, de Chinezen zijn niet zoals WeChat en Meibo, die eigenlijk nooit echt van de grond zijn gekomen buiten China. Zie je hier nu wel dat die mannen echt wel ja, ons leven mee gaan bepalen, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een beetje komt door dat van de overheid en de media is heel erg aan het zeggen van, kijk, dat is slecht, dat is van China en dergelijke zaken. En pas op, uw privacy. En ik denk dat die jongeren zoiets hebben van, daardoor gaan we het juist gebruiken omdat jongeren heel veel die overheid ook niet meer vertrouwen. Mm -hmm. Mm -hmm. Als die Amerikaanse ja. overheid hier komt zeggen van TikTok mag je niet gebruiken, een Belgische jongere heeft zoiets van ja, Amerika, allemaal leuk en wel, maar jou vertrouw ik even goed niet als die Chinezen. En dat is toch wel iets uh, dat je meer en meer ziet op, opduiken. Ja, want het is toch begonnen als een soort karaoke-app? Want als je nu van, van afstanden kijkt, eigenlijk het verschil met het concept van Snapchat is toch niet groot uiteindelijk? Want het was ook maar videofilmpjes opnemen van korte ja. snippets. Het is nu in wezen hetzelfde. Ja, klopt. Ik ben vooral benieuwd, en dat gaat een moeilijkheid zijn, wat Snapchat ook heeft gehad. Ik denk dat het goed is dat je je richt naar een jongere doelgroep. Dat is de doelgroep die vandaag de nieuwste dingen gaat proberen. Maar dat is altijd de moeilijkheid. Als je een hipster bent, hoe blijf je een hipster? Uh, ik heb er zelf weinig ervaring mee, maar, maar ik denk dat dat de moeilijkheid gaat zijn van... Ja, op een gegeven moment gaan die, die, die mensen die 14, 15 zijn, 18, 19 gaan worden, of 20 gaan worden. Ja, en dan moet dat product wel mee gaan evolueren. evolueren. En dat is de strijd... Die Snapchat aan het verliezen is, omdat Instagram en Facebook dus heel snel alles kopieert. Dus er moet een zekere maturiteitscurve gaan volgen voor TikTok. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is eigenlijk wat er bij Facebook ook gebeurd is. Wij zijn groot geworden. Toevallig ben ik vandaag 12 jaar op Facebook, heb ik deze ochtend gezien. Proficiat? Ja. Eh? Ik weet niet of dat proficiat is. Ik weet het nog niet hoe mijn gevoel daarbij. Maar um, daar zijn wij groot mee geworden. En onze generatie is op die Facebook gebleven. En je ziet dat er nu wel ook de oudere generatie op uh, komt, maar die jongere generatie die is er niet mee groot geworden en die is eigenlijk nooit echt in die Facebook meegetrokken. Daar zijn ze wel zo slim geweest om die Instagram en die WhatsApp uh, mee aan te scheffen om eigenlijk daar door die jongere generatie mee te krijgen. En dat zal dus ook iets moeten zijn voor die TikTok. Je zal met jouw core doelgroep mee moeten groeien en ondertussen moeten zien dat er ook wel een, ja, vers bloed in de jongste doelgroep er ook nog op blijft en uh, bij komt. Het gaan interessante tijden blijven. Ja, welk je? Advies, als je doe één advies moet uitkiezen, helemaal. welk advies zou je geven aan bedrijven vandaag? Um, op vlak like van social media. Op like vlak van social, social media. Social media. Geval, Meer brandbuilding vanuit je bedrijf op LinkedIn uit een persoonlijk profiel. Dus de, de mensen zelf gaan endorsen? Ja. De experten van het bedrijf zelf, het ja. management dat zij een sterker profiel hebben, blijft gewoon super. belangrijk. Die brandbuilding van personen zelf om uh, op die manier meer in de markt als autoriteit beschouwd te worden. Ik denk zeker CEO-branding. Ik denk dat vandaag voor CEO-branding heel oh. veel mogelijkheden vandaag liggen om echt te zeggen van, kijk, dit persoonlijk profiel dat ik hier oh. heb, je organisch bereik is gigantisch. Als je zelf ja. iets online post, ga je, doe het gerust eens, ga je van verschrikken, denken dat je gemakkelijk 10.000 mensen gaat bereiken met een post, ook al heb je maar 2.000 mensen die je volgen of zo, die, die in je netwerk zitten. Het is echt opvallend hoe dat je eigen post vandaag nog heel hard organisch gaan. Ja. Uh, dus dat is zeker voor CEO's een, een oproep om te gaan doen, denk ik. Van, plaats eens een post online en ga aangenaam verrast zijn van de impact ervan. En durf een opinie in te nemen. Niet gewoon ja. als CEO posten wat jouw bedrijf op hun blog heeft geplaatst. Nee, durf gewoon een sterke opinie in te nemen ja. over iets dat actueel is. Matthias jij een laatste tip. Of bedenking? Uh, nee, niet, niet geheel. Ik, ik volg inderdaad en, en bezorg, Ik bekijk de social media gewoon, zoals ik net zei, als onderdeel van de marketingmix. En, en niet als social media op zich, maar gewoon onderdeel van je volledige uh, verspreiding van resources en, en geld. Ja, ik denk vandaag dat als er één woord voor mij belangrijk is, en is het intenties. Dat je eigenlijk gaat zien van ik probeer mensen hier te triggeren om iets te doen. En dan moet je via marketing automation uh, gaan kijken van oké, okay, met die intentie die ik het zei via social, omdat vandaag misschien. De snelste weg om iemand te verleiden. Uh, dat je dan die, die, die verleiding die je hebt gedaan probeert om te zetten in een zware conversie. En daarvoor is social nog heel nuttig om bepaalde mensen te triggeren om iets te doen, maar dan moet absoluut het ecosysteem marketing automation gaan volgen om heel succesvol ja. die ene trigger om te zetten in een harde conversie. Ja. Oh. Goed, we gaan over naar het tweede thema. Man. Heer, een ander thema. Uh, mijn zoon moest voetballen uh, bij de ploeg sparta Schaffen En ik stond daarnaast een, een andere vader. En die andere vader begint tegen mij, zin een beetje weten dat ik in het digitale wereldje zit, uh, dat hij voor zijn... Hij werkte bij een overheidsbedrijf. Voor het overheidsbedrijf had hij wat offertes opgevraagd. En de prijzen gingen van tot en met 30.000 tot en met 80.000 euro ongeveer. En hij vond dat toch wel heel veel geld. En nu had hij aan zijn uh, raad van bestuur gezegd: ik ga dat zelf maken, die website. Ik ga wat geld besparen. Wij zijn de overheid ik ben een goede huisvader. En ik ga die site een Wix maken. Hoe ga je zo iemand uitleggen dat dat niet meteen een goed idee is? Ja, ik heb op zich niks tegen Wix. Ik, ik adviseer mensen af en toe wel eens richting Wix, als het inderdaad kleine, zelfstandigen zijn. Iemand die handentrainer uh, is, die kapper is, en die zelf zijn site wil doen en, en dat, dat vlak. Uh, liever zelf de handen uit de mouwen steekt. Maar vooral het moment dat iets zo wat serieus begint te worden en, en je professioneel bedrijf bent, dan denk ik dat je toch naar andere oplossingen moet kijken. Wordpress is meer dan voldoende voor, voor een semi-bedrijf. Uh, en het uiteraard de grotere bekende als Drupal en zo verder, als het echt een uit de kluiten gewassen uh, systeem is. Ik vraag me trouwens ook af, bij Wix, ik kijk ook even naar Herman, uh, wat betreft GDPR, want die servers staan, denk ik, allemaal in Amerika. Als je dan een formulier maakt op Wix, dan als overheid is dat wel heel erg gevoelig ja, glad. Uit, je zijn eigenlijk de verschillende zaken. Je hebt enerzijds inderdaad de gewone websites, een WordPress, een Drupal, die je op je eigen server ergens volledig gecontroleerd zelf gaat onderhouden, waar je ook zelf verantwoordelijk bent voor security updates en plugins. We zien dat geregeld, klanten die een heel grote website laten bouwen, en dan zeggen wij, ja, kijk, we zouden ook adviseren om maandelijks of wekelijks zelfs security patches te laten uitvoeren en updates. En dan zeggen ja het budget is op, dat gaan we niet doen. We gaan dat één keer per jaar doen. Ja, sorry, maar dan loop je echt een heel groot risico. Anderzijds zie je dan die tweede stroming nu komen van self-service webplatformen, waar je eigenlijk online op een webplatform een website in elkaar gaat bouwen. Um, Wix is daar het heel eenvoudige voorbeeld van. Mm -hmm. Maar Bolten Hubspot is daar ook een groot voorbeeld van. Waar je eigenlijk volledig die hosting van je website gaat uitbesteden... En die volledig bij die andere partij gaat draaien. Dus waar je zelf niet meer security updates en plugins moet gaan doen. Waar je puur gewoon self-service, what you see is, what you get, een website gaat in elkaar maken. Wix vind ik daar persoonlijk voor een overheid zou ik toch nooit adviseren. Gewoon puur van beschikbaarheid. SLA. Um, dat betekent van als die eruit gaat, hoe snel gaat die terug beschikbaar zijn. Dat kan je als overheid echt niet maken. Anderzijds ook van stel je voor, Wix stopt ermee. Plot je website weg ook niet goed security en dan inderdaad formuliergegevens en persoonlijke gegevens op een of andere server in Amerika. Een Hubspot bijvoorbeeld heeft nu alle data van Europa op Europese datacenters gezet. Dus dat is toch een groot verschil ja. dat je ziet op de van een Wix en dan toch de meer enterprise omgevingen. Dus jij zegt eigenlijk van absoluut niet te doen maak de gewichtsheid daar. In deze case wel. Ja, ja. Ja, ja, Oké. Okay. En uh, Hubspot heb je net aangeraakt. Ik weet dat je daar een harde fan van bent. Ik eigenlijk ook. Leg er eens iets meer over uit van de mensen die HubSpot al ooit hebben horen waaien, maar het product as niet echt kennen. Iedereen ziet HubSpot altijd als een marketingplatform. En dat klopt nog deels, want het is veel meer geworden. Het is nu ook een CRM, het is sales, het is service, jouw servicedesk. En daarnaast kan je daar ook websites in gaan bouwen. En dat maakt dat eigenlijk een bedrijf zelf die website, die pagina's kan gaan aanpassen, kan beheren, kan foto's aanpassen, teksten aanpassen, dat ze eigenlijk zelf controle krijgen over hun eigen website. Dus dat ze met blokken, drag-and-drop, hun website in elkaar kunnen maken. En dat is toch een totaal ander verschil dan een Drupal-website, waar het ook wel meer development achter zit. Maar dat maakt ook dat een klant moet nadenken van, kijk, op welke manier heb ik een website nodig en wat wil ik ermee doen? Als je gewoon puur een content website nodig hebt, perfect in Hubspot, wil je natuurlijk rekenmodules en online offerten aanvragen en een e-commerce shop, ja, dan zul je toch een andere oplossing moeten zoeken. Dus het is echt kijken van welke tool, welke service is nu voor mijn case de beste. Wat mij eigenlijk opvalt, is dat ik zo meer en meer terug hoor dat. Dat het belangrijkste is om die site te onderhouden. Zo het woord webmaster is meer en meer aan het terugkomen. Ja, je ziet er zitten ook veel meer vacatures terug verschijnen voor ja, webmaster. Het is, een webmaster, webmaster, hè? Hè? Het is ja. vijf jaar weg geweest, ja. ah, tien jaar weg geweest, denk ik. En nu zie je terug dat ze zoeken een webmaster. Maar Dat is eigenlijk een hele slimme zet. We zoeken ook inderdaad webmasters. Het ja. zijn profielen die inderdaad de verantwoordelijken van die website worden. En verantwoordelijken van het contentgedeelte. Wat gebeurt op die website? Wat staat er op die website? Wat moet er terug weggehaald worden? Vroeger ging je een website maken, je maakte dat en dan na twee jaar ging je nog eens nadenken. Misschien moeten we een paar, paar pagina's aanpassen. Dat kan je deze dagen echt niet meer doen. Dus je hebt inderdaad een profiel nodig dat die website volledig als verantwoordelijk als kindje gaat beheren en daar eigenlijk alles op gaat plaatsen en gaat weghalen. ook. Oude content die niet meer relevant is, dat die ook niet meer op de website staat. Hier en daar ook wat optimaliseren. Conversieoptimalisatie, dat soort ja. zaken inderdaad. Ja, dat is echt een profiel dat heel hard aan het opkomen is nu. En het zijn niet de mensen die Developers zijn, maar toch een beetje technische skills moeten hebben om te weten van, hoe werkt dit systeem werkt. Maar het zijn geen developers. Um, over overheden gesproken, Matthias, normaal zeg je dan altijd Drupal ook. En ga je echt daar een, een, voor, ja, een, een plan voor uitwerken van het moet een Drupal zijn, denk ik, klopt toch? Ja, zeker. Um, dat komt natuurlijk ook omdat de Vlaamse overheid een, een richtlijn ergens heeft uitgeschreven dat Vlaamse overheidswebsites per voorkeur op Drupal-platformen voor moeten. Ze hebben daar ook een heel framework voor. Uh, maar sowieso, hey, overheidssites, en zeker voor de Vlaamse overheid en de federale overheid, zijn heel erg vaak uit de kluiten gewassen websites, waar daar heel veel content achter zit. Vaak hey, multitalen ook in deze Belgische context. Ja, en daar is natuurlijk een, een platform als een Drupal heel erg geschikt voor om met meerdere mensen in heel veel structuren in verschillende talen die uh, inhoud te onderhouden, waar het misschien. In een WordPress ook wel zou kunnen, maar je toch al meer aan het zweten bent om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus voor mij zit Drupal echt zo meer richting corporate CMS en uh, is WordPress zo meer de typische WordPress, um, Wordpress KMO-websites. Of campagnewebsites. Campagnewebsites campagne inderdaad. Ja. Dat je terug was de piek and case Herman, wat <laughs> moeten we daarvan onthouden? Um, dat uw werknemers de zwakste schakel zijn. Jij mag nog security en privacy allemaal heel belangrijk vinden en firewalls en al die soorten zaken, maar het is maar één werknemer die een foute mail moet openklikken en een attachment moet uitvoeren, waardoor je hele netwerk mogelijk geïmpacteerd kan worden. En niet alleen e-mail, e maar ook je webmaster natuurlijk. Hè. Net die belangrijke rol van webmaster. Als die webmaster beslist om inderdaad een jQuery-library op je website te updaten en hij downloadt je niet naar de lokale server, maar gebruikt die op een CDN, en die CDN is net geïnfecteerd met een JavaScript, net zoals uh, British Airways afgelopen jaar heeft ja. kunnen meemaken. Ja, dan wordt er heel snel een maand lang alle creditkaartgegevens in je check-out <laughs> verzameld, gewoon omdat je onvoorzichtig bent geweest. En ja. dan mag je website nog security en een externe library inladen, niet bij stilstaan. En grote security. En ja, je impact. weet wat de impact is geweest voor British Airways? Ja, grote 386 miljoen pondpoeten poeten hebben ze daarvoor gekregen. Er is gewoon één klein foutje gemaakt van een foute library te gaan uh, gebruiken die geïmpacteerd was. En dat heeft een, inderdaad heel duur uh, uitgedraaid voor is hen. Het is de rol van de webmaster, anders gaat hem niets. Ja, klopt. Wow, een warme oproep voor de, de, het, leven, het beroep van een webmaster terug uh, ja. meer te gaan waarderen ja, en het in het leven te roepen. Dat is misschien voor 2020, als we nu toch bezig huh? zijn, wat zien we zo van trends? Is dat al een van mijn eerste trends dat ik wil neerleggen? Van kijk, um, let erop, we zijn 2020 al goed gestart, PicNoll in België, TravelX over de hele wereld. Ik vrees dat security een belangrijk hot topic gaat worden, ook in communicatie. Bijvoorbeeld die communicatie van, heb jij een plan klaar voor als dat gebeurt met jouw bedrijf? De ja, communicatie. Want bedrijven kunnen heel goed persberichten schrijven over leuke topics, maar als het fout gaat, wie is er verantwoordelijk, wie gaat er communiceren in het weekend? Zelfs voor een kleine KMO is dat toch wel eens een denkoefening waard. Ik denk alleen een kleine KMO. In een heel veel bedrijven, ik heb heel veel met, ja, met reputaties te maken gehad, ja. van bedrijven dan merk Amerika, dat die crisiscommunicaties echt à volonté hebben. Maar dat die totaal niet zijn afgestemd op digitaal. Vandaag de dag van hoe gaan we snel schakelen als we op Facebook iets meemaken, of hoe gaan we hedendaags gewoon, gewoon reageren als er iets gaat gebeuren. Dat ze nog altijd denken van we sturen één uur daarna een persbericht. Dus die het dinget, inderdaad een zeer terechte opmerking is dat bedrijven we moeten stilstaan qua crisiscommunicatie. Bij het digitale tijdperk, maar ook met de mogelijke impact die vandaag ja, het digitaal kan hebben op jouw bedrijf. Kijk maar naar Picanol, die een week heeft stilgelegen, natuurlijk. Ze ja. nee, liggen nog altijd stil. En het probleem daarbij ook is, ga uit van de Worst Case Scenario. Je hebt geen laptop meer, je hebt geen computer meer, je hebt geen eigen website meer. Hoe ga je communiceren? Ja. Op welke manier? Heb je ergens een iPad liggen? Heb je nog een Twitter-account waar je toch nog waar je twee jaar niets meer heeft op? op Hebt gepost, maar waar je toch nog inderdaad op kunt beginnen communiceren als bedrijf. Dat is echt een belangrijk topic voor 2020, voor heel veel bedrijven. Um, en dan gaan we echt nog veel meer zien voorbij komen, zulke cases. Doe, doe het doet me denken aan uh, de structuur die we hebben opgezet voor Brussels Airport. Hè? Een van onze klanten bij Interacto, waarbij dat eigenlijk het crisiscommunicatiecentrum eigenlijk een aparte website is die redelijk snel doorgelinkt kan worden op ander datacenter, op andere hosting enzovoort. Moest er worst case toch iets ernstigs gebeuren dat ja, je altijd kan blijven communiceren, totaal ja. afgescheiden van alle andere platformen. Ja, en een dark site klaar hebt staan. Ja, om de, 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 de switch om te zetten en te zeggen: van nu moet ja. deze. Gaan uitzenden, alsjeblieft. Ja. Ja. Wat hebben jullie nog als trends? Helemaal begonnen over trends. Wat hebben je nog uh, om af te sluiten? Deze podcast, wat zie je nu nog allemaal als dingen waar we moeten mee bezig zijn of meer moeten we op gaan inzetten of net minder misschien? We hebben het net gezegd over uh, webmasters zijn tien jaar verdwenen van het toneel en is nu terug hip en trendy. Voor mij is dat SEO ook. SEO is altijd belangrijk geweest, maar je hebt er een aantal jaar geleden een piek gehad en dan, dan is dat zo wat overschaduwd geweest door andere trends, maar nu zie je dat het belang van SEO is echt terug. Echt heel erg belangrijk en een topprioriteit. En met Plentiful heb ik ook destijds echt als een van de hoofdstrategieën gedaan. om net organisch ook heel veel in te zetten. zodat je niet enkel uh, euro's moest besteden aan Google Ads, aan Facebook en zo verder. Uh, maar net ook die lange termijn SEO-strategieën. dan zie je dat het toch echt wel heel erg belangrijk is opnieuw geworden. En eigenlijk is dat spelletje niet veel veranderd. In al die jaren. SEO start nog altijd gewoon met content. En die content inderdaad met de juiste intentie van je bezoeker aanpassen. En links zijn nog belangrijk, metatags zijn nog belangrijk. Zoekwoorden zijn nog belangrijk. Vijftien jaar geleden was het belangrijk, en dat is nog altijd belangrijk. Maar met dat verschil dat het artikel, of de, de, de inhoud in het geheel nu belangrijk is, en niet het ref We zagen ja. onlangs nog een, een, een webbureau ergens die packages aanboden En in het starterpakket zat dan optimalisatie van twee keywords, dan denk ik van, ja. is niet meer helemaal goed dat het werkt nee. en in elkaar zit. Maar... Nee, klopt. Je moet echt wel breder aan topics denken, in intenties gaan denken. Maar het. Het spelletje aan zich is toch altijd wel hetzelfde? Ik denk wel dat er vandaag geen groot verschil is. Allee, dat als je gaat kijken naar SEO en content op je site hebben, dat is heel belangrijk, absoluut. En dat, is, dat is het verhaal van we gaan achterover zitten en mensen komen, vinden onze content wel. En dat is zeker cruciaal. Maar ik ben iemand die vandaag zegt dat content niet king is, maar ik denk dat distribution king is. Dat je eigenlijk slim moet gaan denken van en ja, vooral tactischer gaan denken. Het is niet omdat je een goed idee hebt, dat iedereen naar je goed idee gaat komen kijken. En wat ik bij bedrijven vaak mis, is daar een strategie om echt aan die verspreiding een olievlek te gaan creëren met de verhalen die ze hebben. En veel te veel denken aan, ah, dit is alleen maar geschikt voor e-mailmarketing. Dit mag niet op onze site komen. Dit moeten onze eigen mensen niet weten. Dus ik pleit eigenlijk voor, uh, ja, ik noem het eigenlijk een, een soort van boomdiagram dat je gaat maken van, ik heb content... Moet hij dan op de site, daar hoop ik dat het antwoord heel vaak ja op is, zo nagenoeg altijd ja op is, maar dat je daarnaast al je andere dragers ook echt gaat in kaart brengen. En gaat kijken van hoe kan ik nu nog informatie gaan verspreiden. Je bedoelt dan ook recyclage eigenlijk? Recyclage is absoluut geen vies woord in deze context. Dat is een must zelfs. Dat je gewoon slim denkt van hoe kan ik dit maximaal gaan verspreiden. En qua verspreiding dan kom je vandaag bij een van mijn stokpaardjes. En ik ga vandaag heel vaak zeggen: Je moet WhatsApp dringend gaan bekijken. Omdat we hebben zelf bij een tracto een, een WhatsApp-nieuwsbrief. En als je gaat kijken naar die openingsratio's, ja, dan zie je dat eigenlijk nagenoeg iedereen. Om niet te zeggen iedereen, zover ik kan zien qua blauwe vinkjes, toch? Mm -hmm. uh, allemaal jouw berichtje hebben opengehaald. Dus ik denk dat je geen schrik voor moet hebben, ook als bedrijf vandaag, dat e-mailmarketing vandaag is verschoven naar. We krijgen niet graag die e-mail niet meer aan. Dat, dat, dat zorgt voor veel te veel clutter. Uh, ik weet nog de tijden dat ik blij was met een e-mail, die liggen mm -hmm. heel ver mm -hmm. achter mij. Uh, maar vandaag, dat je WhatsApp, triggert mij nog altijd wel om dat te openen en te gaan bekijken. Dus ik denk dat daar nog heel veel potentieel ligt voor bedrijven om qua proximity dichterbij te gaan komen en ook gewoon betekenisvol hun in informatie te gaan verspreiden. Ja. Ik denk dat het ook afhangt van, van de inhoud van het bericht, want... E-mail marketing, ik ben daar toch nog wel altijd grote fan van. Want ik zie er ook nog altijd. als je maar goede segmentatie hebt, goede doelgroepen, en een kwalitatief databestand. dat dat heel erg succesvol is met heel veel conversie, die als gevolg. Maar je nieuwsbrief moet natuurlijk inhoudelijk wel heel erg waardevol zijn. En je kan ook een volledige nieuwsbrief, als je veel vertelt. niet in een WhatsApp steken, lijkt me. Dus het gaat om het slim gebruik van welke boodschap in welk kanaal, denk want ik. Generaal, denk ik heb nu wel bij WhatsApp ook wel een one-strike policy voor mezelf. Als ja. bedrijf. <laughs> Een ja. fout in sorry gaan. Ja, gaat. Dat is met een e-mail misschien net iets minder. Ja. Maar WhatsApp als bedrijf dan een spambericht gaat sturen of echt een te ja, commercieel klopt. bericht sorry, ja. dan is het van dat... Dus je mag zeker de frequentie niet te hoog leggen. Ja. En, en wat je verstuurt, moet je zeker zijn dat het goed is. Ja. We hebben nu bij Interacto 6 WhatsApp-nieuwsbrieven verstuurd, denk ik. Ik heb nog geen ene uitschrijving gekregen. Ja. Dus dat is ook wel opvallend. En we zeggen echt wel, als je je aanmeldt, van, als je wilt stoppen, wij er onmiddellijk mee. Tot op heden nog niemand zich uitgeschreven. Hoe vaak doe we hem? één keer per maand? Ongeveer één keer per maand, ja. ja. Dat is ook weer het verhaal van... Je ja, je niet fixeren op die vaste periodiciteit. Nee. Als je iets relevant te vertellen hebt, ja. dan proberen we het contact te maken, denk ik. Ja. Top. Okay. Een andere trend, mannen. Um, marketing automation. Het gaat hier over een al, We hebben het al kort een term aangeraakt. Maar vandaag de dag zie ik. Uh, ik, zie, ik volg de sales inbox een beetje die we bij een tractor hebben. Dan zie je heel veel vragen de laatste maanden over marketing automation. Bedrijven zijn er echt wel op aan het wakker worden. Dat ze inzien van. Tja, ah dus wat Zalando doet met die remarketing. Als ik dat paar schoenen heb gekeken, dan kan ik dat ook zelf gaan doen. En dat kost me eigenlijk ook nog altijd heel weinig. Het ja, lijkt misschien een evidentie voor sommige mensen, maar ik denk dat er heel veel bedrijven daar vandaag nog heel veel potentieel hebben liggen door gewoon slim scenario's gaan uit te schrijven en ervoor te zorgen dat intenties worden omgezet in harde acties door die customer journey te gaan bekijken. Van hoe kan ik ja. inbreken op mensen die iets gedaan hebben? Hoe kan ik ze daarna, pardon my French, achtervolgen? Dat is geen digitaal project voor mij. Nee. Dat start op Zo een whiteboard wei. op papier. Dat is om die channel. En eventjes is gewoon gaan uittekenen van wat heb je en wat wil je gaan doen voordat je gaat denken van ik heb een tool nodig, ik wil machine automation er doen. Ja, laten we eerst eens eventjes rustig samenzitten en kijken van is dat wel relevant voor jou, voor wat, jouw case. Wat ik ook begin te merken en, en dat is ook relatief nieuw, maar wel erg positief dat toch een aantal bedrijven al inderdaad gedacht hebben aan of bezig zijn met marketing automation, maar dat er ook eindelijk verder gekeken wordt en zeggen van, we gaan dat nu koppelen met ons CRM en ons ERP, zodat vroeger had je eigenlijk een conversie in je marketing automation wat dan het invullen is van een formulier of een, een online afspraak maken, maar dat er nu ook de volgende stap eindelijk wordt genomen, die pas echt waardevol is, om te kijken van, oké, okay, als ik ook mijn offertes en mijn salesprocessen ergens gedigitaliseerd heb in, in een sales tool of een ERP, dat je daar eigenlijk ook kan volgen van oké, okay, dit is effectief iemand die geconverteerd heeft en dit contract heeft afgesloten, waardoor je echt dat 360 graden zicht begint te krijgen. Niet wat de conversie is alleen online op vlak van marketing automation, maar wie er ook effectief klant is geworden, wat de leadkosten van die klant geweest, wat de opbrengst van die klant is en waar je dan over een paar jaar ook effectief kan zien hoe groot die klant is geworden bij je bedrijf. En ik denk dat dat een nieuwe stap is die nu veel bedrijven zo stilletjes aan aan het opstarten zijn. En ik denk dat het echt een hele mooie zaak is. Dat heeft is een concrete benaming, hè, Matthias. Leg ze eens uit. De Unified Customer Data View, dat je eigenlijk inderdaad 360 graden beeld krijgt van je klant. Van eerste contact, social media, e-mail enzovoort, tot inderdaad... Maar ik denk dat iedereen dat wil. Ja, alle bedrijven moeilijk, dat ja. willen. Maar hoe ga je dat nu concreet gaan aanpakken? Wat, wat zie je als doorlooptijd? Wat zijn de mogelijke fricties bij, bij zo'n verhaal? Het, in de eerste plaats gaat het er inderdaad om nadenken op een whiteboard van welke processen zijn er in het bedrijf al, welke zijn al gedigitaliseerd, worden offertes digitaal gemaakt, wordt ook bijgehouden of die offertes effectief... Uh, afgesloten worden uh, tot effectief Hoe contracten. Werkt de sales? Hoe werkt de Hoe sales, werkt? sales? inderdaad? Gaan die echt alles op die platformen of wordt er toch nog getelefoneerd met briefjes, met faxen? Je zou er echt van verschieten dat sommige bedrijven denken: van we kennen onze processen, maar in de praktijk zijn die processen toch al ja. anders dan dat zij ooit hebben neergeschreven. Ik was pas bij een telco en die telco zegt: uh, vandaag in België is het best vervelend omdat je ja, je moet echt wel je officieel gaan aanmelden, je kan niet zomaar meer een simkaart vragen. En ze, ze vonden het vervelend dat te veel mensen afhaakten nadat ze de simkaart thuis kregen. En ik vroeg hem van ja, maar. Uh, hoe ga je dan, welke brief stuur je mee? Ah ja, dat is eigenlijk een heel sacke brief waar we gewoon zeggen: dit is je simkaart. Dus bedrijven staan er inderdaad niet bij stil dat dat contactmoment echt wel do-or-die is op dat moment. Dat moet super leuk zijn. En, en dat moet, dat moet leuk zijn, zijn en dat ja. moet vooral ook handig zijn en, en duidelijk zijn. En ja. zij werkte met meerdere talen en die meerdere talen hadden ze ook niet, niet goed begrepen ja. dat dat moest. Dus ik denk dat daar dan echt wel nog ja, heel simpel potentieel is van wordt eigenlijk bij je eigen bedrijf eens proberen klant te worden. En of bel de klant een dienst eens en ga dat toch eens even gaan bekijken. Van hoe ervaar ik dat proces nu juist? En loopt dat vlekkeloos of loopt dat niet vlekkeloos? Om heel kort een leuke anekdote. Gisteren kreeg ik van een collega, die had ergens een, een iPhone gekocht. En die kreeg in die gsm-winkel een kaartje mee. Uh, het was zijn vriendin trouwens. En die moest daar eigenlijk alle gewachtwoorden op noteren, op dat kaartje. Hoi. En dan gingen ze de iPhone ter plaatse eventjes mooi installeren vragen. Mijn god. Dat zijn inderdaad ook denken van, we gaan het zo eenvoudig mogelijk maken. Maar die moest van alle social media, van alle mailboxen, alle wachtwoorden eventjes noteren. En dan ging iemand dat uh, configureren voor haar. Ja, niet doen. Om het de, nee, de, inderdaad... de camerabewaking mee waarschijnlijk, hè, om ja, te gaan kijken ja. wat er werd neergeschreven. Vreselijk. Ja. Um, mannen, we gaan afronden. Het heeft eigenlijk lang geduurd. Veel eigenlijk ooit ik ooit durven denken. Durven ja. dromen zelfs. Ja. Was 20 minuten, denk je? Was 20 minuten, ik. zie de klok. Nee, het zijn niet bepaald 20 minuten geworden. Uh, dat is plezant, denk ik. Gaan we ja. nog moeten doen. Uh, misschien is er een gast erbij. Uh, of iemand uit, onze, uit, uit Nederland. Dat is een zusterbedrijf in Nederland. Uh, maar we komen snel terug met een uh, tweede podcast. Dan denk ik denk dat Matthias dan zeker één onderwerp moet aanhalen. Matthias, wat is dat? Um, ik wil het wel eens hebben over conversational marketing en voice en dergelijke. Er wordt heel veel over gezegd. Ik weet dat we hier een felle tegenstander ja. aan tafel hebben. Je dan hebt er geen naast je op bed staan dan in Google Home? Uh, nee, er nee. staat echt in de kast, in de doos. Het is volledig uitgetrokken. Terwijl ik zelf een heel erg actieve gebruiker ben. Um, ja, ik... Op het moment dat we de, de podcast online zal komen, uh, is er ook al een evenement bij Interacto geweest. Uh, waar Google zelf ook uh, kan vertellen over de voice assistant en over conversational marketing, dus we hebben er al ontzettend veel inschrijvingen over, dus het wordt ongetwijfeld in een interessante podcast met nieuwe inzichten na dat evenement, cool. um, en die gaan we dan via deze weg delen. Hè. Perfect. Absoluut. En als mensen nog uh, ideeën hebben om toe te voegen waarover wij het moeten hebben, dan ga je dat zeker op onze social media kanalen kunnen laten weten, of je kan altijd mailen naar inopname@intracto.com, en dan gaan wij misschien ook wel jouw vraag of jouw thema bespreken hier. Goed, heren, dank je wel en uh, tot binnenkort. Dank je wel, tot ziens. Bye. Vond je onze podcast de moeite? Dan zijn we alvast heel blij dat te horen en hopen wij jou ook snel terug te horen. Dat kan je op onze podcast op Spotify of op Google Podcasts of je Apple Podcasts. Kan je, je abonneren en dan hopen wij jou snel terug te horen. Tot dan.